Welkom bij het jaaroverzicht van Harry de Ferryman. In deze video gaan we doornemen wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar en wat er allemaal veranderd is. Er is het een en ander veranderd in dit kanaal. In het begin was er vooral veel beeld en weinig uitleg. En daarom werden mijn filmpjes volgens mij minder bekeken. Ik ben erachter gekomen dat je uitleg bij moet geven en dan is het ook leuker om naar te kijken. Maar goed, zo leer je iedere keer weer bij. En voor mij was het filmen ook helemaal nieuw toen ik begon. Zo heb ik dit jaar ook een andere camera gekregen. En die werkt veel handiger als die oude die ik had. En momenteel ben ik bezig om het geluid beter te krijgen. De inhoud van de video's is ook veranderd. Vanaf nu komen er alleen nog maar video's op van de maasveren. En de werkzaamheden die wij daar uitvoeren. En in het begin stond er van alles op. Van de brandweer, luchtbugschieten en verzin het maar. Die zijn er allemaal afgehaald. Ik ben een tweede kanaal begonnen voor de filmpjes van de brandweer, want dat vind ik toch wel heel leuk om erbij te blijven doen. De eerste films dit jaar waren over het bouwen van de Lascar, voor in de werkplaats, en dat was een serie van 3 filmpjes. Daarna kwam het Accurec voor de veerpont van Lid, en dat is een serie van 2 had ik gezegd, alleen dat is niet gelukt door omstandigheden. Toen hadden we het brandstofprobleem in Haarlem, en daar zijn 2 films over gekomen. De brandstofproblemen werden veroorzaakt door een bacteriegroei in de tank, en die werd weer veroorzaakt door de hoeveelheid biodiesel die er tegenwoordig verplicht in moet. Dat hebben we opgelost door op GTL te zijn gevaren. En dat is een synthetische dieselsoort. Zonder bio-onderdeel erin. En het is nog beter voor het milieu ook. Omdat er minder stikstof, fijnstof en roet wordt uitgestoten. En daar varen we nu op met de gehele vloot. Toen kwam het hoge water. En dan moeten we met 2 veerpont aan de gierinstallatie om te kunnen blijven varen. Deze keer zal ik kort uitleggen wat de gierinstallatie is. De gierinstallatie bestaat uit 3 bootjes die door een anker dat midden in de rivier ligt op zijn plek wordt gehouden. De lengte van de kabels bedraagt meer dan 200 meter. Dus het anker ligt op meer dan 200 meter stroomopwaarts van de veerpont en het geheel werkt als een slinger van een klok. Het grote voordeel van de gierinstallatie is dat je met minder vermogen over kunt varen omdat je de veerpont in de stroom kunt trekken. Dat gebeurt door 2 kabels die op de uiteinden van de veerpont zitten en die kun je korter of langer maken, dat noemen wij tomen. Als de kabel aan de kant waar je naartoe vaart korter maakt en aan de andere kant langer, dan komt de veerpont schuin in de stroming liggen en dan gaat de stroming je helpen om over te varen. En het grootste voordeel is dat de motor niet hoeft te blijven draaien als je voor de kant ligt. Dat moet bij dwarskabels wel omdat die anders van de grond worden getild. Helaas kunnen we maar bij 2 veerponten aan de gier, en dat zijn de Mege en de Tony de Blank. De andere veerponten kunnen dat niet, omdat die ofwel in een bocht liggen of te dicht bij een uitvaart. En toen sloeg het noodlot toe. De stroming in de Maas werd minder en toch nam een schip de bovenkabel van de veerpont Maasbommel mee. Zonder bovenkabel aan de pont kun je niet meer varen. Wij hebben de losgeschoten kabel in zijn geheel de kant opgetrokken om te kijken of hij niet beschadigd was. Dat was gelukkig niet het geval. Het uiteinde van de kabel hebben we toen aan de veerpont vastgemaakt en naar de overkant getrokken samen met onze duwboot. En daarna werkt het in principe hetzelfde als bij je kabel vervangen. De volgende film was over de uitstap naar de zandzuiger de Rotterdam 55. Daar kregen we een rondleiding met al mijn collega's. Ik was nog nooit op een zandzuiger geweest en ik wist ook niet hoe die werkte. Je zou denken dat zand opzuigen van de bodem van de Maas in een schip en klaar. Maar niks was minder waar. Het is een complete fabriek op het water en het zand wordt naar de klantse wens samengesteld op korrelgrootte en weet ik wat nog meer. Zo heb ik dit jaar ook 3 reviews gedaan en dat is toch maar raar om zo lang voor de camera's te praten en zeker als je daar niet gewend bent. De eerste review die ik heb gedaan was over de camping Minnarig Mig en tot mijn verwondering werd die heel goed bekeken. De andere waren van de Selco Genesis 145, dat is een klein lasinvertertje. En de laatste review was van de Caterpillar S40. Dat is de telefoon die ik heb van de Maasveren. We zijn dit jaar ook met 2 veerponten naar de werf geweest. Om de 4 jaar moet de veerpont gekeurd worden voor het certificaat. Dat is ongeveer hetzelfde. Dat is een APK bij een auto. Daarvoor moet de veerpont naar de werf toe omdat de dikte van de bodem gecontroleerd moet worden. En als hij dan toch droog ligt, is dat een uitgelezen kans om de rest van de techniek mee te nemen. Zo laten wij hem iedere 4 jaar schilderen. De hydrauliek wordt aangepakt, moet je denken aan slangen en keringen. En ook worden de pen-bis-verbindingen aangekeken.
De motor en de voortstuwing worden nagekeken, zodat ze weer 4 jaar mee kunnen. De meeste mensen hebben het niet in de gaten hoeveel draaiuren een veerpont maakt. Maar neem nu de Maasbommel, die draait de minste uren. En dat zijn toch 4200 uur per jaar. En in 4 jaar is dat bijna 17.000 uur. Pak daar maar 50 kilometer en dan kom je uit op zijn 850.000 kilometer. De veerpont die de meeste uren draait, dat is de Lid, die draait 7500 uur per jaar. In 4 jaar zijn er dan 30.000. Omgerekend naar kilometers is dat 1,5 miljoen kilometer. En dan vinden sommige mensen het nog gek dat er tussendoor wel eens iets kapot gaat. En daar gaat het volgende filmpje over. Over de kapotgelopen motor in de veerpont Lid. Het was totaal onverwachts. En we hadden gehoopt dat hij nog een jaar meeging, maar jammer genoeg mocht dat niet zo zijn. De motor had zoveel draaiuren dat we ervoor gekozen hebben om hem te vervangen voor een John Deere. Die is een stuk kleiner, schoner en heeft evenveel vermogen. Een kabel vervangen, hoe doe je dat? Dat is het volgende filmpje. Die hebben we gemaakt op de veerpont Megen. Zo'n kabel vervangen doen we gemiddeld 10 keer per jaar. En dat wil zeggen dat de dwarskabel van de veerpont maar een jaar meegaat en dan is hij echt tot op de draad toe versleten. Vervolgens hebben we verschillende projecten gefilmd in de werkplaats. Zoals het generatorframe van de generator aanpassen, de wielen vielen er onderuit en ik heb geprobeerd het nu beter te doen dan dat het was. En tot op heden zitten ze er nog goed onder. Ook heb ik iets gemaakt voor shorebanden makkelijker op te rollen. De verschillende beroepschauffeurs die zeiden dat ik het verkeerd oprolde. Dat is misschien ook zo, maar voor mij voldoet je heel goed. Dan heb ik ook nog de bolders voor de palen van de reservepont gemaakt. Ik zei toen dat ze de week erop aan de palen zouden worden gelast, maar ja, tot op heden is me dat nog niet gelukt, maar dat gaat gebeuren in het nieuwe jaar. Zo zijn er ook een paar films online gekomen van hoe splits mijn touw. Persoonlijk vond ik die heel leuk om te maken. De klapblokrevisie heb ik gefilmd. We hebben ongeveer 20 klapblokken per jaar die versleten zijn. Die spaar ik op en doe ze in één keer reviseren. In dezelfde tijd ben ik ook begonnen met de serie elektrode lassen. Hoe doe je dat? En die wordt tot op heden goed bekeken. Ik ga zeker het aankomende jaar door met de serie. En er zijn nog genoeg ideeën voor nieuwe video's. Als kijkers vragen stellen over de inhoud die ik behandeld heb, probeer ik ze meteen te beantwoorden. En aan het begin van de volgende video kom ik er nog eens over op terug. De serie Mi'kmaqlassen. Hoe doe je dat? Heb ik helaas pas 2 afleveringen van gemaakt. Maar daar ga ik volgend jaar ook mee door. Als je me wat langer volgt, weet je dat ik vorige week mijn arm gebroken heb en dat ik daarom geen filmpjes online komen op de zondag. Ik hoop snel te genezen. Ik voel me momenteel heel goed. Morgen ga ik naar die chirurg toe en dan weet ik meer. En dan laat ik jullie nog wel horen hoe dat afloopt. Nu zijn we bij de laatste film die ik heb gemaakt en dat is over onze duwboot, de Maasstroom. De schroef had ik kromgevaren, daardoor hebben we hem uit water gehaald. En dat was ook mooi een kans om het dak aan te pakken en de roeren, daar waren de bussen van kapot, die hebben we ook meteen aangepakt. En heb ik mooi mijn lijstje van wensen heb ik aangevuld bij onze duwboot. De lekkages zijn gerepareerd, er is een navigatiebeugel achter de hut gezet, alle antennes, verlichting en alles zit erop. Het dak van binnen is vervangen, dus hij ziet er weer netjes uit. Inmiddels ligt de flat alweer in het water en vandaag hebben ze er als het goed is de veerpont Maasbommel meegewisseld. Hier nog een stukje uit de filmpjes van de gierinstallatiecontrole in Megen en Alphen. Dan heb ik nog eventjes om af te sluiten. Ik wil iedereen bedanken die dit jaar gekeken heeft naar mijn kanaal. En in bijzonder diegenen die geabonneerd zijn. Dat motiveert toch om door te gaan. Ik heb enorm veel zin in het volgend jaar. Voor het eerst in meer dan 20 jaar ga ik het er eens goed van nemen met de jaarwisseling. De andere jaren heb ik altijd dienst gehad voor de vrijwillige brandweer waar ik bij zit. En ieder die dit ziet, een fantastisch, gelukkig en een gezond nieuwjaar toegewenst. Kijk ook eens op mijn tweede kanaal, Brandweerman Harry. Vind je de filmpjes leuk? Duimpje omhoog. Je kunt je ook abonneren op dit kanaal, heel vrijblijvend en gratis. En dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe video wordt geüpload. En zoals wij hier in Brabant zeggen, houdoe.